namens Henk Schulte Northolt, Atheneum Boekhandel en uitgeverij Querido heet ik u heel hartelijk welkom bij de feestelijke presentatie van China en de Barbaren. Mijn taak is nu alleen maar even om het programma van vanmiddag met u door te nemen. Henk zal zometeen worden geïnterviewd door Fokke Opema. Die is redacteur bij de Volkskrant, Azië-kenner en auteur van het boek China en Europa. China-boeken die zeggen, China gaat de wereld overheersen. Wat wilde jij nu nog aan de lezers vooral vertellen? Wat was de kern die je kwijt wilde? Ja, dank jou voor de vriendelijke inleiding, Fokke. Kernachtig jouw kernvraag beantwoordend. Denk een persoonlijke reden. Ik vind het, dat heeft ook met mijn achtergrond en familie te maken, leuk om een verhaal te vertellen. Dat een beetje op het snijvlak balanceert van een te wetenschappelijk verhaal dat doodgegooid wordt door noten en referenties en te populistisch. Dus het moet allemaal wel kloppen, maar het moet ook toegankelijk zijn en communicatief. En ik heb, zoals je weet, dat is een wat bredere reden, heel lang met het land bezig geweest. Ik ben psychologie gaan studeren in 1973. Na al 2 jaar in Leiden geschiedenis te hebben gedaan. Maar goed, en toen heb ik nog eens 8 jaar in Leiden psychologie gedaan. Dus 10 jaar in Leiden gestudeerd. Toen dacht ik, nu wordt het tijd voor praktijk. En toen ben ik ambtenaar geweest. En toen ben ik bankier geweest en eigen onderneming gevoerd. Waar ik nog steeds aandeelhouder van ben. Dus een multidimensionale insteek. Dan wil ik nog even heel kort een paar mensen bedanken. En dan gaan we het belangrijkste deel beginnen, de borrel. Nou, Annette, mag ik jou als eerste bedanken? Twee redenen. Annette van Querido. Annette Portugies. Ten eerste, als je de lijst van Querido ziet, het vooral literatuur. Een romans. En niet zozeer non-fictie. Dus bedankt voor het vertrouwen wat je me geeft om het boek te schrijven. Ik ben blij dat je het spannend vindt. Nou, dan wil ik meneer Bolkestein, die gelukkig ook aangeschoven is, verwelkomen. En u ook bedanken voor het meelezen. Wij kennen u natuurlijk allemaal als voorman van de VVD en eurocommissaris. Maar ik ken u in een andere hoedanigheid, toen u staatssecretaris voor Buitenlandse Handel was.